samenhouden, omdat dat anders geen stop in helemaal open gaat. En het is dat je er nu moet uitborstelen. En dan kun je dat perfect mee doen. Misschien de creatieveling onder onder, zien de andere. Breken. Ik gebruik dat als een extension. Het is daarmee dat de hekkels zo duur staan nu, hè? Ja, ja, Jan, dat is Jan zijn doodlij, hè? Dat is juist. Hoe doen we dat? Doen we er, ben hun er meteen mee of ben hun er dan nadien zelf? Nee, doen we zijn normaal in de. Oké. Simultaan vertalen. Voilà, voor de meiden. Ja, ze mee binnen, want het is allemaal. In de roskap niet meer gebruiken. Ja, ja, mooi. Nou, iets van dekking mee. Ja, dat beter, pak er maar een stuk of vier uit, of? Ik heb dat daar niet. Ik heb zo'n mochten ze erop zijn, 10.000 maken. Ik vond ze dat zin, dat is echt geen titanium. Ja, dat is te vroeg, niet dat wel, maar als je meer hebt, dat is een. Titanium is normaal niet een broodje. Sense, strength, heet dat normaal. Ja. Ja, weet je, bij duikers kan iedereen de site van duikers kun je IP-fiber kopen. Ja. Dat is juist hetzelfde. Ja, het minder dan? De peestaf op polypropyleen. Echt wel? Maar kost wel een pakje meer. Ja, oké. Dus straks, weet je, pak gewoon, je wint wat dingen hier af en wint er streamertjes mee of droge vliesjes. Like, Renzo Kallebert. Ik weet niet of iedereen een Renzo kent, maakt er een baitfishpatroon van. En dat werkt ook super. Ah, dat weet ik nog een leuke brief. Ja, en je hebt er ook al closertjes mee gebonden. Het zijn die dat ik van de zomer makreel vang met eens. Tegen het zeewaarsvest. Dat gaat al wat beter. Zijn broek mag ook op de gang blijven. Nee, hier is wel in de kast. Hier, nee, dat is niet wat fijn dat van ons. Gewoon tussen hem binnen. Ja, dat is de bedoeling. Voor bindraad, ik weet niet wat andere normaal gebruiken. Maar het GSP is bijna ook niet. Maar ik hier is een lepel bindje en ik steek dat 2500 in die nog. Dat hebben we niet nog. Dat hebben we niet nog. Maar af en toe moet je wel gewoon met lak. Als je aan binnen zit, even met lak erover. De tandjes. Dat is een stuk goedkoper dan dat weer. Gewoon voor de goedkoop vanaf nu. Ja, best vlammend, ja. Ja, ik ben blij dat je zei dat ik geen Hollander ben, hè. Dat dunkschuur maar dit nog. Goeie. Nee, maar wat ook. Allee, Stefan de Middel, ik weet niet of dat je hem herkent, de Lonesome Piker. Die bent soms streamers, ik ben er vandaan naartoe geweest, je had een streamer gemaakt en die kostte je dat uitrekenen 14 euro. Ja, dat weet je, als je er 10 bent, heb je een avond, vind je 140 euro kwijt, dan moet je. Heb je een nieuwe stok voor je? Eigenlijk ja. Ja, dit is ook goed moeten doen. Bon, even gewikkeld, wat ik al doe. Dus we nog een keer mijn lak erover gaan. Straks ook dat je meer rechting hebt. Misschien kan ik er wat stapjes doorgeven. Poep simpel, hé. Als je hem optrekt. Wat flash? Hey, eerst uw. Hoe noemt dat weer? Chenille. Je chenille. Wat flash? Bovenkant heel licht in binnen. De onderkant ook. Maar dat het min zit en meer is dan. Super licht, pak geen water op. Je kunt mijn zeven toch super ver mee smeden. Waar je wel moet opletten is: op het moment dat je een streng pakt, doe nooit dat zo binnen. En dan hier knippen, want als de snoek bijt, hup, trek je er gewoon uit. Altijd in de min. Ja. En overleggen. En overleggen, he, want dan pakt de snoek de 2. Ja. En kan hem er niet uittrekken uit je wikkeling. Misschien voor andere dingen ook interessant. Ja, ik doe met die dingen dat ook zijn. Dubbelaar. Ja. Want anders trekt die ene kant en het vliegt er nu al uit. Ja, dat is goed. Kijk, Nierland.
Ik heb in Nederland een dag tolsnoep gehad met dezelfde streamer en dat was er eigenlijk niks aan. Maar ja. Dat is echt goedkoop, hé. Bon, bon, ik koop eigenlijk voor de chenille gebruik ik meestal rood. Nu, je kunt niet zeggen waarom, maar ik heb zoiets van de kiem is rood, dat zit langs voor. Die van natuurlijk getrouw, dus allez, de roze of rood. Even de pluk. Ervan doen. Iedereen weet het, een beetje aftrekken en dan pas inbinden. Jan van weer niet op tensen. Zijn er mensen die in de tapijtsector werken? Jongen, maar nog niet meer. Bon, en ben ongeveer, pak, 2 centimeter. Jongen, wat heb je gedaan? Ben je vliegen? 2 centimeter van de af. De ververij, ja. Dat is niet synthetisch. Wel synthetisch? Ja, polyamide. Alles, alles, ja. Maar ik ook af en toe, knobbel klaar. Ja. Moet je een keer goed trekken. Ja, dat is. Ja. Bon. We leggen eerst... Iedere keer die harkjes achteruit, hè? Nou, dat weet iedereen zeker. Nee. Blops genoeg zeker bij de verhalen. Dat maakt. Als je dat maakt, dan liggen ze helemaal plat. Je kunt er 1 of 2 slagen bier liggen. Ja, dat is ook rust. Voilà. Sommige dingen moet je nat maken, hè? Dat weet je. Dat is zo. Dat gaat er nog ook even op een recite. Morgen dan op YouTube. En ja. Helaas in het nat maken. De toekomst gaan we dan nog 100 titels bij zetten, hè? Guido de bepunt. Ja. Ja. Moet je een beetje doen? Doen we. Voilà, ongeveer. Wat was aan de centimeter van de aankomst? Niet te dicht bij het hakkel gaan. Bon, heel belangrijk in alles dat je maakt van streamers. De onderkant altijd bleker dan de bovenkant. Dat wordt heel vaak vergeten, maar in de echte reële situatie is het nog. Ja, ja. Van de andere keer de kant. Replayen, hè, watje? Maak ik me een kap. Waarom? Omdat de wissenbuik van onder bleker is als de bovenkant. Heel logisch. Maar je ziet vaak van, als je dat nu ziet op de site van Dijkers, er stond er een snoekstreamer op. Een zwarte onderkant. Allee, dan denk ik al van, eigenlijk is dat alweer niet natuurgetrouw. Je ziet dat je een zieke vis zit die even... Ik heb een paar zin in die koning van die kent. Belly up. Semi-side up. Vooral dan. Je ziet dat die snoepen gaan liggen van... Oh, ja, dan zit die snoep nog. Een zieke vis. Je ziet dat kleintjes zo liggen. Ik krijg die knobbels van die er niet uit. Even vast. Bon. €10. Is iedereen af? Geen. Ja. Jij wordt getrakteerd vandaag. Allee, dat is lang alleen. Meestal is het van vrouw dat ik getrakteerd ben, maar bon. Ja, als we dat niet gaan doen. €10 terug. Hey, hebben die groen hoed uit elkaar gekregen? Ik zeg hier al. Ja, het is nog een beetje leuk. Maar wie was het? Ja, maar de boven is gegoven. Wat zit er nu in? Nee, wacht, zit er ook. Voilà. Dat is hier hoe stress is. Loni, jij moet nog wel wegen. Jij moet nog wel wegen. Bol! Loni, wat zijn er ook? Sorry, ik weet het. We gaan hem redelijk lang maken, de eerste. Dus de eerste gaan we redelijk lang, dus kijk een keer naar de min. Wat hij toch wel doet, wat ik altijd doe, is hem terugleggen. En hier, dat is zo redelijk recht. Hè. Dus even een keer de fibertjes weer uit elkaar trekken. Dat niet zo... Anders is dat zo vitte recht en eigenlijk is dat niet naturel. Dat... Kun je dit verschillende producten en groeten? Ja. Koen, zo'n kleine kant.
Dat is helemaal kan van de mond, hè. Voilà, zie je, dat is al ietsje beter, dat is al ietsje natureller. Voilà, op een paar wikkelingsjes en toch weer een overlaan. Ah ja, misschien had dat. Ik ga dat straks kijken in de nacht komen. Ja, is het redelijk hard? Je kan niet in de right. Die extensions niet kan. Ja. Goed. Kunnen er wat flash in? Mag een klein beetje flash in bent? Die bobine er ook aan. Ja, ze zijn. Pick your color. Ja. Niet te veel, als je een stuk of 7 nacht hebt. Die duur gaat niet om. Dat kijk maar te duur. Zou ik weer aan willen maken? Zeg een keer. Terug, hetzelfde. Wat flasje? Ja, moet ik even. Ja, ik ga met z'n wacht. Drink eerst een keer. Wacht, ik ga dat in binnen, anders zit ik niet hier. Hier terug uit die dingetje van. Mag ik met elkaar trekken. Niet om te laten? Ja, dat is niet. Dus dat hier zit het terug in de min. De koffie. Koffie. Wat denk je? Pintje. Pintje. Een cola. Cola. Iced tea. Een cola. Ik ga even mee stoppen. Ik weet niet dat ze rap moeilijk doen. Ik dat ook niet. Ja, ja, doe maar. Wacht, hier nog een kleurtje. Ik weet je naam maar niet meer. Maar... Ronnie. Ah ja. Dat blinkt iets meer. Ja. Een beetje. 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 Kan je anders nog vlak naast Rijkers zitten? Niemand dat weet. Ik weet het trouwens voor als ze het laten exploderen. Ze komen wel Rijkers, hè? Ze komen naar de Maya. Ja, kom. Dus enkel gebeurt dus een stuk. Dus waar ik in, strengstjes probeer niet in enige zo'n bundel over te laten, dat het totaal geen zin. Maar pak je het strengstje in de min en overlaan. Ja. Maar trek ze een beetje uit elkaar, dat is niet. Ja, en maximum, maximum dat van lengte. Anders ga je constant staan. 2 centimeter. Hij is al zo'n gat vinden. Zij hoort hem. Ja, maar moet toch. Nee. Wordt alles opgepakt? Ja. Ik heb niet eens gezien. Ja. Ja. Kijk naar de site. Ja. Ik heb morgen op de maandag. Wat denk je dat het een dag is? Dat weet ik niet. Dat heb ik niet. Dat ja, dat is doe hier al. Ja, dat is doe hier al. Ja, eigenlijk kunnen het wel. Maar ik kan nog niet meer. Ja, hier.
Nee. Zien ook al zijn, zijn redelijk favoriet van Oranje met wit. Ja. En kom nog ze. Dat was Dominique in Brugge. Ik kwam naar Brugge. Komt de kluis een keer goed mee van? Ja. En iedere keer met mij verliefd in de Westen. Maar die gingen net ook zo van die streamers verkocht bij Jan. Jan heeft er, er een keer een hoop gehad van mij. Die heeft dat ongestopt. Ik had er zo'n paar. Maar ik heb dat materiaal niet dat hij zegt. Want eigenlijk de mensen vragen toch van, willen dat materiaal in, maar ze kon het niet aanbieden, dus heeft dat toch mee gestopt. Ik had er zo'n aantal meegenomen en effectief die Nieuwkoop onder andere. Ja, die op zijn plas. Maar dat is slecht, dat pakt geen water op. Mijn eerste snoek is er. Is dit? Mijn eerste snoek is op zo'n oranje. Is iedereen mee? Nog niet, ik ga nog even... Nee, maar dat geeft natuurlijk geen pijn met de mop. En Midler, en best is hij. En Midler, want dat is ook niet anders. Je topje van uw van je haar opvangt, brengt die vuur uit uw wikkeling. Die spottekst. Ja. Dat pakken, iets te lang. Hier, moet je terug? Nu gaan we dat grijs. Is iedereen wat grijs? Dus we, omdraaien. Hetzelfde, maar met grijs. Toch gaan we nog een keer. Met dat groen, nog een keer met dat grijs. Wat is er dan? Wie de nasty? Ja. Merci. Dat vond de boeken allemaal op de cola, hè? Ja. Probeer cola, hè? Cola. En cola. Hey, ik pak hun afmeting dat je al hebt. Ik moet er... Terug de dingetjes uit elkaar trekken. Kan er aan. Een beetje.
Ja, dat is ook zoveel. Eerst mag je dat dan. Moet dan zo nog wel die nodig doen? Zet u flasje? Ja, dat is toch wel. 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 Ja, koffie! De onderkant? Wie? Koffie? Dus ben mooi. We gaan een deur geven, jongens. Is dat koffie voor u? Ah, oké. Koen, bent u uw bovenste langer dan uw bovenste? Dat ben je donkerkleur. Ja? Bent u uw bovenste langer dan uw bovenste? Maar gaat om... Nee, een onderkleur. Juist iets korter zijn. Ah ja, kort. En wie de bal gaat toen naar de sleutel gestaan. Ja, mooi. Waar ligt een tangus? Ja, ik heb al een bruik voor u. Bon, is het toch al bovenkant weer binnen in het groen? Dan ging we niet meer, hij gaat niet meer in het groen moeten binnen. Hij kunnen hun nu grijs hier opleggen? En toen, weet je, hier op binnen. Jo. Dus de bovenkant iets korter. Korter man, dat puntje blijft, wat je dat juist gemaakt hebt, je pakt een centimeter of 2-3 korter. De kam. Precies. Ja, dat wacht even. Dat doe ik wel, je niet moet doen. Een schoenen eroverleggen. Dat moet je lopen. Als ik dat doe, dan ga je. En toch weer nog een keer. Nog eentje op de onderkant, nog een feintje in het grijs, en toen moet je af binnen. Is je mijn schoren kwijt? Hier. Ja, wat? Het is goedkoper op je vanaf. De naam van de Veritas vesters moet vanaf alle heren aan doen. Dus, tot groot ontspreek. Dat Veritas? Nee, we krijgen de naam de Veritas vesters van Jan, van Faru Jan. Dat houden ze goedkoop ding, maar en versta niet dat er mensen uit onze club geen 10 euro kunnen geven aan Bucktail of Sintin of dat. Ja, dat kan mensen doen, hè, ja. Zelf kan starten of snijden. En ook, het is ook heel leuk dat je met ding dat je probeert, met tapijten, dat had er nog nooit in 2 jaar gedacht. Maar ik had er eigenlijk wel aan gedacht, omdat ik dat EP-fiber gezien heb van Dijkers, dat van een zakje 6 euro vindt. Een zakje van Dijkers 6 euro.
Zeg van een vrouwenstreep, maar we moeten er ogen aan hangen. Het zijn wel heel gedetailleerde ogen die dat je erop geplakt hebt. Het zijn wel zo'n peervormige pupillen. Van die regenboogogen. Van Mike-trekken. Ik heb er niet in de winkel, ik heb er niet online. Online, dat ik online heb. Goed, hebben die... Ja, heb je gezien dat je dat nog wat afwerkt van die rubberlijn van bizon? De ding hier? Ja, daar lopen we nog wat over. Maar soms, of de glans, enkel bij de deze. Of de glans van de ogen te verrukt, doe dat wel af. Wak. Mijn nagellak, omdat dat de glans nog verhoort. Maar je dacht, in dit geval is wel wat... Ah, maar dat heb ik gedaan. Dat trok ik ook. Dat trok ik eigenlijk dan voor wat meer gewicht. Dat die wat dieper was. Ah, wat zien ze er... Nee, dat is voor de stevigheid en voor de schoon kop kunt hebben of zoiets. Zien we die heilen? Dus die ogen die dat je nu hebt gedaan, die zitten eigenlijk goed. Dus daar doe je voor de rest niks meer aan. Nee. Dan kun je hier tussen kun je nog wat epoxy doen ofzo. Ja, dat. Ja, eigenlijk... Door de die haar... Moet ik maar zeggen, ik heb die neen hier in de terras. Dat is een... Dus je ziet dat...